De kerk, wie is de kerk? Dat gebouw kan nooit er alleen erop uitgaan. De kerk zijn wij. Wij moeten eruit gaan, zoals je zegt, ga erop uit. En maak de volken tot mijn discipelen. Wij als mensen, wij als gelovigen, wij als christen, wij moeten als kerk eruit gaan om zending te bedrijven. En zending begint het moment dat je in je huis bent en kan getuigen tegenover je kinderen. Dan ben je al bezig met zending. Want je vertelt ze over God en over Gods liefde. Zending, een moment dat je je huis verlaat en iedereen die je op straat ziet, beleef groet. Ben je al bezig met zending. Iedereen een vriendelijk woord geven, ben je al bezig met zending. Goede gesprekken voeren met mensen. Mensen niet afjouwen, mensen niet beledigen, mensen niet noem maar op. Maar mensen ruimte geven om mens te zijn, ben je al bezig met zending. Dus we moeten niet denken dat zending is zoals we nog denken dat het zending zal zijn zoals het mensen vroeger erop uittrokken, helemaal naar allerlei. Wij nu als christenen, overal waar we zijn, overal waar we leven, zijn we kerk en moeten we zending bedrijven onder de mensen. Zending begint bij mij. En zending gaat naar een ieder die ik ontmoet en de manier waarop ik met iedereen praat. Alleen zo kunnen de mensen nieuwsgierige vragen stellen. Waarom hoor je van me ondanks dat? Waarom ben je zo beleefd ondanks wat ik onbeleefd ben? Omdat ik Christus heb. Dan beginnen we met zending. We moeten mensen laten zien. Christus moet door ons zichtbaar worden. Dat is zending. Zending hoeft niet meer dat heel groot ding dat we erop uitgaan. En allerlei evangelisatiediensten. Is ook goed gaan houden. Of weet ik, zendingsfeesten en dat soort dingen gaan houden. Doe het in je buurt. Nu is er geen kerk. 5 mensen mogen bij elkaar komen. Misschien kan je even bij de buurvrouw gaan. Hoe gaat het met u? Heeft u geslapen vandaag? Heeft u wat nodig voor de winkel? Kunt u naar de winkel gaan? Vooral bij de ouderen. Ben je al bezig met zending?